De Commissie Verkeersveiligheid heeft het strategisch plan Verkeersveiligheid 2018-2021 aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie aangeboden. Dit strategisch plan met bijbehorende actieplan en begroting moet resulteren in het veiliger maken en houden van onze wegen, mobiliteit en voertuigen. De bewindsman haalde tijdens een kennismakingsbezoek van de commissie aan dat verkeerscriminaliteit zijn extra aandacht heeft. Dit mede gelet op de ontwikkelingen in het verkeer. Een van de realisatiepunten van de commissies is het opstellen van het strategisch plan. Voorzitter Sharman Lakisaran pleit vanwege het belang van dit document voor de implementatie daarvan. Hierbij komt aan de orde het in leven roepen van het Verkeersveiligheidsinstituut op justitie. Dit instituut zal rechtstreeks verantwoording moeten afleggen aan de minister. Het betreft in deze een gespecialiseerd instituut dat als centraal punt zal dienen voor alles dat met verkeersveiligheid te maken heeft. Voor de korte en lange termijn aanpak is de commissie het eens met de minister om extra aandacht te besteden aan handhaving van een effectieve verkeersboetesysteem en voorlichting. De commissie zal binnenkort een presentatie over het strategisch plan Verkeersveiligheid 2018-2021 houden voor de ministers van OVTNC en Volksgezondheid en Justitie.